is de Rustenburgerlaan. Oké, hoeveel troep zit er altijd naast de containers? Ik haal deze wijk ongeveer 13 ton afval weg. En gemiddeld ligt er ongeveer voor 10, 20 kilo naast. Soms, niet elke keer. Meestal rond de kerstperiode ligt er veel. Oh, ja. Is er ooit een kerstboom ernaast neergezet? Ja, mensen zijn te lui om naar de gemeente toe te rijden en die zetten al ze naast neer. Dus ja, zo gaat het dan, hè? En als er iemand naast zit, zit de rest er ook allemaal bij. Oh, oké. Okay. Vindt u het hier druk op de straat? Nou, dat vind ik wel. Je moet heel goed op de fietser opletten dat je aan de kant blijft fietsen, want ze racen langs je heen. Dat vind ik wel druk. Oké. Okay. Ja, best wel druk, ja. Is hier heel veel troep altijd? Op de grond, ja, vind ik wel. Het mag hier beter schoongemaakt worden. Oké. Okay. Is het hier onveilig of veilig? Nou, het is een drukke weg, dus dat is onveilig. Ja, 600 bussen per dag. Ze hebben 7 lijnen en elke 10 minuten, een kwartier gaat er wel een bus. Van 6 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. Dus er komt heel wat verkeer hier door de straat. Dit was de Rustenburgerlaan. En hier is het ook hartstikke onveilig.